Hallo collega's, ik ben Anne Floor Brouwer en vandaag ga ik jullie meenemen in mijn experiment van vorig jaar bij het Proctoraat Media Wijsheid. Vorig jaar is mij gevraagd of ik de teamsomgeving van mijn mede-collega's wilde vormgeven binnen het opleidingsteam waar ik werk. En in plaats van dat ik zelf het wiel ging uitvinden, heb ik bij alle opleidingen binnen het MBO op het Media College Amsterdam meegekeken en gekeken naar hoe zij dat deden. En eigenlijk iets verrassends wat daaruit kwam is dat iedereen het volledig anders aanpakte, maar wel heel erg toegespitst op de manier waarop zij onderling met elkaar werkten. Althans, de omgevingen die effectief gebruikt werden, hadden dat gedaan. Gebaseerd daarop heb ik 4 formats gemaakt die je binnen het Media College Amsterdam, als je een nieuwe teamsomgeving aanmaakt, zo over kunt nemen als schabloon. Maar als je nou niet bij het Media College Amsterdam werkt en je toch graag wilt zien hoe je dit kunt maken, kun je deze filmpjes bekijken en kun je ze namaken. In een vorig filmpje heb ik al het format team per overleggroep uitgelegd en een paar functies zoals Polly om polls uit te zetten en hoe je planner in kunt zetten. Vandaag ga ik kijken naar format teams voor onderwijsvernieuwing. Wat je hier ziet is een algemeen en zoals je dat in elk team hebt, dat kun je niet wijzigen. Maar vervolgens zie je periodes en leerjaren staan in een aantal verborgen kanalen. Dit komt omdat binnen het Media College en binnen heel veel scholen is er voortdurend onderwijsvernieuwing. Dat betekent dat we een nieuwe aanpak gaan kiezen voor ons onderwijs en dat je vaak volledige jaren opnieuw vorm moet geven. Al is het door middel van lesbrieven, planningen of echt specifiek de soort onderwijs die je geeft. Dit was ook het geval bij het Media College. Daar zijn we nog steeds mee bezig. En wat daarin kan helpen, een hele gave vormgeving die ik daarvan zag, was door je teams in te richten als volgt. Je hebt een algemeen voor de algemene zaken die alle collega's aangaan. Schoolbrede zaken, afspraken die jullie onderling hebben gemaakt bijvoorbeeld. De regels die jullie hebben binnen de onderwijsvernieuwing. Kennisuitwisseling is een hele mooie. Zaken als open dag gaan voor iedereen aan natuurlijk, hebben niks per se met een nieuwe onderwijs te maken. Hetzelfde geldt voor ouderavonden, trainingen, voorlichting. Dat zijn allemaal zaken die het hele team aangaat en die losstaan van de onderwijsvernieuwing. Dus die kun je mooi, of in ieder geval losstaan van de klassen die dat krijgen. Dus kun je die mooi in algemeen zetten. Ik heb ook een staff notebook hier staan. In een vorig filmpje kun je zien hoe je die kunt inrichten. Daar heb ik suggesties voor ingezet en als je dan de functionaliteit van het staff notebook wilt leren kennen, zijn er ook instructiesfilmpjes over te vinden op MBO Mediawijs op YouTube of op mbomediawijs.nl. Vervolgens heb ik een scrumboard hier gemaakt, omdat je dus werkvormen kunt kiezen die helpen voor jouw team om dit in werking te zetten. Sommige teams kiezen dan bijvoorbeeld voor een scrumboard. Dus dan heb je to do, doing, done, scrumboard maken. Nou, dat heb ik gedaan. Je kunt er ook voor kiezen om dat af te vinken. Mooi is dat het dan niet volledig verdwijnt. Dus als je het dan ergens anders weer wil gebruiken, maak je hem gewoon ongevinkt. En voor volgend jaar een scrumboard maken bijvoorbeeld, staat hier weer. Dat is het fijne aan die planners. Je kunt lekker slepen. En dan veel deadlines ook te behalen. Dan kun je data daarin toevoegen en het in een planning zetten. Zodat je precies in een kalendervorm kunt zien wat er van jullie verwacht wordt. Als je nou wil weten wie er al veel te doen hebben en wie eigenlijk nog wat tijd over hebben, kun je dat ook allemaal zien. Dat is wel fijn aan die planners. In het vorige filmpje met het team per overleggroep heb ik heel veel dingen als polls uitgelegd. Nog meer functies voor planners. Dat heb ik hier minder, omdat het eigenlijk best voor zich spreekt ook met kanalen. Kijk dat andere filmpje ook als je wil weten hoe je dus een poll uitzet naar je team. Hoe je notities kunt gebruiken, forms. Maar hier kun je zien dat de teams waarbij ik afgekeken heb en hun team zo inrichten, hadden wel een kanaal voor curriculum. Want je hebt al je oude materiaal, je hebt archieven. Misschien verandert het lesmateriaal niet, maar de vorm waarin het aangeboden wordt, dan is het toch fijn als je daar een uitgebreide plek hebt om het te plaatsen en om over te praten. Dat doe je dan door een heldere structuur te hebben in je bestanden. Dat is heel belangrijk.
En vervolgens hadden zij dan een kanaal per periode, module, fase, hoe het genoemd wordt op jouw school. Desnoods per zoveel weken als dat van belang is. En per leerjaar. En wat hier nou ideaal aan was, is dat zij volledig konden focussen op het inrichten van die periode en van dat leerjaar. En als ze dan klaar was, ze konden hier dus ook nog aparte planners neerzetten voor wat ze moesten doen. Of zij gebruikte Trello, kun je hieraan koppelen. Wordt het in een online modulegids geplaatst, dan kun je die website eraan koppelen. Het is ideaal om daar een kanaal voor te hebben. En als de periode nou afgelopen is, of jullie zijn aan het focussen op een volgende periode, verberg je hem. Het hele team dan. En dan kun je dus puur focussen op wat je nog moet doen. Daarnaast kun je teams of kanalen kopiëren naar andere teams toe. Dus als je dan weer volgend jaar gaat beginnen, kun je dat zo weer overnemen. Studentenzaken hadden zij ook apart staan. Omdat de studentenzaken nog hetzelfde blijft, het vereist dezelfde focus. Maar stel je doet dit juist op gebied van studentenzaken, juist op gebied van SLB, dan kun je dat ook op die manier inrichten. Dit is hoe je dus heel makkelijk, heel effectief een teamsomgeving in kunt richten wanneer je je moet focussen op onderwijsvernieuwing. Hopelijk heb je hier wat tips uit kunnen halen. En ga hier lekker mee spelen. Kijk ook alsjeblieft de andere filmpjes over de format teams.